De regio Utrecht is het hart van het land en een kruispunt voor veel reizigers. Al die mensen hebben iets te vertellen. Ik ga op zoek naar de mooiste verhalen op het station. Vandaag ben ik op Utrecht Centraal. Je zit helemaal in de make-up. Ja. Wat ga je doen? Naar huis. Is dat je dagelijkse look? Ja. Nou, gorgeous, gorgeous. Ja. Goeie reis. Wat heb jij een stoer oortje in? Ja, dat is makkelijk voor mijn werk. Ben je altijd bereikbaar? Ja. Wat doe je voor werk? Ik ben voordame in de Kromme Hout kazerne. Wat is dat? Voordame. Wat betekent dat? Voordame is verantwoordelijk voor het pand. Dus voordame is eigenlijk het vrouwelijke equivalent van voorman? Ja. Oh, dat is het. Zoiets. Oh, wat grappig. Ja, ja. En ik hoor aan jou een soort... accentje. Ja, als ik het zou moeten noemen, zou het Spaans zijn, klopt dat? Ja, klopt. Hoe lang ben je al hier? Want je spreekt verder perfect Nederlands. Te lang. Nou, oh ja? Nee, dat is een geintje van mij. Maar ik altijd zo. Nee, ik ben sinds 1 augustus 78 in Nederland. Je weet het nog precies? Ja, dat is heel indrukwekkend als je binnenkomt. Hoe oud was je toen? 15. Oh, wow. Dus spannend. Maar ja, blijf. Je gaat naar school. Verliefd, getrouwd, kindertjes. Dus ja, de ene kant hoort bij Spanje en de andere kant hoort bij Nederland. Ik zeg altijd Nederland mijn vaderland en Spanje mijn moederland. Ja. Je kan geen afscheid nemen van geen van beiden. Maar ja, 15, dat is ook echt een leeftijd, dan ben je puber. Ja, maar ja, toen de tijd kon je geen nee zeggen aan je ouders of aan je vader. Mijn vader kwam naar Nederland als eerste gastarbeider. Mijn moeder overleed toen ik 11 jaar was. Die was al overleden in Spanje? In Spanje. Oh, en op een gegeven moment, veel later, was hij in 75. In 78 is hij hertrouwd. En toen heeft hij ons naar Nederland gebracht. En is hij hertrouwd met een Nederlandse? Ja. Dus hij was eigenlijk al voorgegaan naar Nederland? Ja. Al eerder? Ja. Had werk, nieuwe vrouw. En toen kwamen de kinderen? En toen kwamen de kids. Oeh. Maar dat is, bedoel, los van het feit dat je naar een nieuw land komt, heb je dan ook zo een nieuwe moeder bij wijze van spreken? Ja. En hoe vond je het? Spannend, spannend. Mijn vader was heel, heel, heel streng. Maar ja, hier dan word je een beetje jaloers op de jeugd. Want opgemaakt naar school, nou jeetje, ik heb bij de nonneschool opgegroeid. Dus bij de tandpasta, rode tandpasta, om een beetje de lippen rood te maken en dat mocht niet. Dus alle kleine dingetjes, nee echt. Veel verandering. Je zegt van mijn vader was heel streng. Ja. Was het dan toen je in Nederland kwam losser voor je? Of had hij nog steeds goed de winter onder? Ja. Echt bepaalde tijd thuis zijn. De huishouden doen. Je moest toestemming voor alles. Ja. En hoe was het dan thuis? Thuis, ja, niet echt gezellig. Nee. Nee. Maar ik raakte verliefd. Ik liep van huis uit. Ik ging trouwen. Ik kreeg kindertjes. Maar je bent dus echt uit huis gegaan. Ja. Hoe oud was je toen? 17. Dus je hebt het nog 2 jaar volgehouden? Ja. En wat dacht je toen? Genoeg. Genoeg. Was echt gewoon niet te harde. Ik heb altijd gezegd, ik zal nooit mijn kinderen zelf opvoeden. Niet zo streng, niet zo gezag, dictator. Zijn woord is alles, je had geen mening. En wat nog meer? Ja, nog meer, straf, slaan. Maar ja, je kan niet... altijd leven in verdriet. Ik ben juist iemand die positief en opbouwend. We zeggen in Spanje, cuando mueve más la mierda más huele. Dus als je gaat van vroege dingen de put openmaken, dan gaat... Wat zei je nou, dat oude poep stinkt nog meer? Ja. Yes. Oké. Okay. Dus het is gewoon voorbij. Het is nieuwe kansen, nieuwe leven, nieuwe dagen. En ja, verleden tijd is. Oh,
Hey, hoe komen die vogels binnen? Vliegen. Daardoor. Ben je vanmorgen niet? Je dacht niet vanmorgen zelf, ik trek eens een feestdoetje. Nee, ik werd al zingend wakker gemaakt. Er stonden 8 vriendinnen en kinderen en familie om mij heen. Ja, en dan sta je wel even te kijken. En dit is dus je vrijgezellen? Het is mijn vrijgezellendag, vrijgezellige dag, denk ik. Ja. Ja, het is ook één grote verrassing. Vanochtend hebben we met z'n allen ontbeten. Toen kreeg ik een filmpje te zien. Daar zaten aanwijzingen in. Ik heb iets gezien over bakken en verven. Dus ik heb geen idee of we gaan taart gooien of weet ik het wat. Het zou kunnen, het was ooit een stille wens van mij. Om de taartenwedstrijd te gaan taart gooien? Ja, lijkt me enig. Maar ik weet echt niet wat het wordt. Oké, spannend. Ja. En wie is de gelukkige meneer? Dat is Peter. En hoe lang zijn jullie al samen? Goede 12 jaar. Oh, kijk eens aan. Ja. En van waar dan ineens dit huwelijk? Lang aandringen. Jij? Ja. We zijn allebei getrouwd geweest en toen half iets van nooit meer trouwen, nooit meer trouwen. En nou ja, 5, 6, 7 begint het toch te kriebelen. Nou, we kunnen het misschien toch wel doen. Ja, dat is wel een leuk feestje. En hoe voelt het dan om weer voor de tweede keer te trouwen? Heel anders, maar wel heel spannend en heel leuk en nou compleet overtuigd. Waren we toen waarschijnlijk ook allebei, maar ja, nu ben je toch wat ouder en ga je in volle overtuiging verder. Ja, want hoe was dat, hoe oud was je toen je voor de eerste keer trouwde? 30. Oké, dus niet eens piep? Nee, niet eens piep. Kan zo gebeuren. Ja, maar en je zegt van nou, waarschijnlijk was ik er toen natuurlijk wel van overtuigd, anders had ik het niet gedaan. Maar waarom was het toen toch niet wat het uiteindelijk, hè, waarmee je oud zou worden, de man? Omdat ik verliefd werd op waar ik nu mee ga trouwen. Oeh. Ja, kan gebeuren. Deze man kwam in jouw leven. Misschien niet gepland, maar wat was er aan hem dat jij dacht, wauw, dit is hem wel? De chemische klik. Ja, ik kan niet anders omschrijven. Het was er. Patsboom verliefd. Had je dat ooit eerder zo meegemaakt? Nee. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier nou? Toch overheen laten komen. En heel veel over nagedacht. Want ja, goed, ik zei al, ik heb een dochter en die was toen 1 jaar of 10. En dan denk ik van ja, ik ga daar een keuze maken. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dochter. Dat vond ik het allermoeilijkste van mijn hele leven. En wat hoop je dat je vandaag gaat beleven met je vriendinnen en je dierbaren? Ik hoop dat ik dadelijk heel graag een glas witte wijn krijg. Ik heb zo'n zin in een borrel. En de rest laat over me heen komen. Ik vind dat nog best. Heel veel plezier. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Oké, graag gedaan. Waar ga je naartoe? Ik ga nou naar Tilburg toe. Ik ga naar huis. Je woont in Tilburg? Ik woon in Tilburg. En wat bracht je hier? Ik moest even iets afgeven bij mijn vriendin. Is dat je vriendin? Nee, is een vriendin. Oh, oké. Je vriendin heb ik niet. Nee? Nog niet. Oké, nou wat niet is, kan nog komen. Nee, jij weet het maar nooit. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Dat mag je. Ik ben 66. 66? Ik was gewoon nieuwsgierig, want je bent eigenlijk gewoon een soort jonge rocker eigenlijk. Daar ben ik ook. Ben je dat ook echt? Of? Ik ben een bassist, een rockbassist. En ik ben lid van een tattoovereniging. Dat is een beetje, ja, ik begin een beetje verslaafd aan te raken. En kan je iets vertellen over de tatoeages die ik hier zie? Zal ik laten zien? Ja. Oké. Okay. Wat is dit? Dit is mijn basgitaar. Wauw, en dan lijkt het net alsof die uit je huid komt als het precies, ware. Precies, ja. Oeh, en zit daar ook nog wat? Dit zit met mijn kinderen. En je hebt nooit vrouwen erop gehad? Nee. En wat is er gebeurd met de moeder van je kinderen? Mijn moeder, wij zijn uit elkaar gegaan. Ja? Al lang geleden? Ja, heel lang. Was je getrouwd samen? We waren getrouwd, ja. En wat gebeurde er? Ja, ze is vreemd geweest. Hè. Ah. Dus ja, dan is het voor mij dan ook afgelopen. Hè. Ik ging altijd met carnaval, zeg maar. En die ene keer ging ik niet mee omdat ik er geen zin aan had. En dus wat ik dit doe, ik dat wel.
Toen ging ze met carnaval. Ik zeg, dan ga je met de buurvrouw carnaval vieren. Dat was hartstikke leuk. En ja, de volgende dag was al 6 uur. Kruip er een naast me. Ik dacht, zo, dit is lang carnaval vieren. Totdat ik 3 dagen later dan de buurvrouw tegenkwam. Ik zei, het was gezellig geweest, dus niet bij jouw vriendin. Nou, Spence, dan ga er maar eens lekker mee, even met je vrouw praten, want daar klopt helemaal niks van. Nu ze is met een gast in het hotel gebleven waar die carnaval gevierd. Oké, dan weet ik het. En toen was het afgelopen. Het is ook wel heel principieel om dat dan te zeggen van oké, en dan is het voor mij afgelopen. Zo voelde je het ook echt van binnen. Ja, ik dacht van nou is het afgelopen, ja. Some people been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before. Like found. Maar ben jij geboren en getogen Brabander? Nee, ik ben geboren in Indonesië. Hoe oud was je toen je hier kwam? Toen was ik 1. Oh, 1. Ja. Dus je weet er niks meer van? Ik weet er niks meer van, maar ik ben al een keer of 6 op vakantie geweest. Oh, oké. Je hebt van die kampen eigenlijk, ja, waren er toen ingericht. Weet je daar nog iets van? Ja, toen wij in die oude concentratiekamp, zeg maar, van de Duitsers nog in Vught. Daar hebben wij tot mijn 16e jaar gewoond. Echt waar? Ja. Zo lang? Hoeveel broers en zussen had je? Ik heb 4 zusjes. Was jij de jongste? Ik ben de oudste. Oh, daarna zijn er dus die zusjes zijn allemaal in Nederland geboren? Die zijn allemaal in Nederland, ja. Oh, maar dat is best wel een toestand om ook in die situatie dan nog 4 kinderen te krijgen. Ja, maar ja. Zo ging dat toen. Zo ging dat toen. Ja. Maar wat voor herinneringen heb je aan die periode? Ja, wij zitten daar ook op school. Lagere school. Totdat wij lagere school, dat wij pas daarna uit kamp naar school gingen, naar een Nederlandse school. Naar de echte Nederlandse school. En was dat dan eigenlijk een eye-opener? Was het totaal anders dan de school die je tot nu toe in het kamp had gehad? Ja, dat is gewoon iets anders. Je gaat eigenlijk zo naar de middelbare school en dat heb je in het kamp niet. Dat is gewoon een lagere school en een kleuterschool. Dus dan ben je met alleen maar Molukse kindjes, ja, en dan ben je 12 en dan ineens... Ineens sta je in de Nederlandse klas. Het is een Nederlandse kinderen. En het was in het begin toch ook best heftig hoor, want je wordt toch wel aangekeken. De kinderen kwamen, die andere jongens, die komen uit allemaal boerendorpen. Die hebben nooit een donkere iemand gezien. Dus ja, dat was ook allemaal heel vreemd. En was je ook een beetje stoer? Ja, je moet wel stoer zijn. Want je werd in het begin toch wel veel gepest. Ja? Dan moest je toch wel je man staan. Wat deed dat met je? Ja, dit af en toe wel zeer toch wel. Hè? Want ik ben ook geen haatdragende mens en ik kan dat moeilijk verkroppen als iemand anders kwaad doet. I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start. But I finally learned. Maar je, op zich, de liefde is niet uit je leven. Dat je zei wel van, nou, je ging toevallig langs bij een vriendin. Maar je staat er wel voor over. Ik sta er over. Ik heb heel veel, ja, misschien is het dat ik in... in de muziekwereld zit, in een rockbassist bent. Oh, je bent van groepies. Nou, dank je voor je mooie verhaal. Geen dank. Een heel levensverhaal. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow, my shadow days are over. Voor wie zijn die mooie bloemen? Voor een vriendin van mij. Nou, die zal er blij mee zijn. Ik denk het ook. Goeie reis. Dag. I ain't no troublemaker, and I never met her heart. Wat heb je voor moois gekocht? Ik heb een kaarsje en een geurtje, maar ja, is ingepakt, dus daar zit ik niet echt heel goed, om het zo te zeggen. En voor wie is het? Voor mijn moeder, ja. Kom je uit Utrecht? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Australië. Oh ja? Ja, maar mijn moederskant woont in Nederland, of mijn oma woont in Nederland, dus vandaar ben ik hier ook. Dus ik woon in Utrecht. Ja, en is er een speciale reden om je moeder lekker te verwennen? Ja, ook mijn moeder is ernstig ziek. Dus wel een van de redenen hoezo ik haar nu nog extra wil verwennen. De tijd dat ze er nog is. Is het zo erg? Ja. Wat heeft ze? Kanker. Ja. En hoe lang weet je het al? Ze is 3 jaar geleden voor het eerst ziek geworden. En toen was ze, zeggen ze, genezen verklaard. En nu sinds 2,5 weken. Ja. Oh, nog maar net. Ja.
Dus en toen hoorde je 2,5 week geleden hoorde je dat het weer terug was? Ja, of 2,5 week geleden heb ik voor het eerst gehoord dat ze, of dat het uitgezaaid was. Dat het terug is gekomen. Ah. Ja. Dat is een harde klap, lijkt me. Ja, zeker. Het is iets al. Ja. Het is heel moeilijk om uit te leggen, want ik klink natuurlijk heel nuchter erover. Wat ik niet ben. Maar ja, je kan er niet zoveel. Ja. Je kan wel gaan janken de hele dag, maar ja. Het is ook een beseffing die je toch niet beseft. Want is er een deel van je dat eigenlijk wel graag het liefst de hele dag... Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ben ik dat niet. En dat weet ik ook. Dus ik probeer zeg maar mijn normale leven op te pakken. En probeer het door te gaan met de dingen wat je kan doen. Want waar woont je moeder? Wel in Nieuwegein. Ja, oh, in Nieuwegein. Ja, ik woon met haar in Nederland, ja. Maar ja, bedoel, hoe lang heeft ze nog? Ja, dat is een moeilijke vraag. Die vraag natuurlijk, ben in algemeen iedereen wel aan je. Maar zonder chemo is het 3 à 4 maanden. En ze heeft geen maag meer, dus dat is heel moeilijk. En dus ze wil nog wel een keer chemo proberen om ja, langer de tijd te geven. En hoe is de relatie met je moeder? Op zich wel goed, ja. Dus ja, het is mijn wingman en die verlies je. Oh ja, je wingman, wat zeg je dat mooi? Ja, om het zo te zeggen, ze heeft me 20 jaar lang opgevoed en nu niet, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja. En wat voor type is het? Wat voor type is het? Ja, nou dan vraag je me wel wat hoor. Het is een type. Het is een streven, een vechter, laat ik het daarop houden. Het is echt een vechter. En dat maakt niet uit, al is ze niet ziek, wel ziek, ze vechten altijd. Ben je bang? Ja. Ja, zeker. Ja. Bang op, ja. Natuurlijk ben ik bang om, ja. Bang om? Om te verliezen, ja. Bang om te weten dat je moet verliezen. Klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar ik denk dat je het om te weten veel moeilijker is dan als je niet weet dat als iemand ineens overlijdt uit het niets. Als eerste instantie heb je er nooit op kunnen voorbereiden, dus neem je geen afscheid van iemand. Oké, dat zou je dan wel heel jammer, dat is wel heel erg, want je hebt geen afscheid van iemand kunnen nemen. Maar aan de andere kant, dat proces ernaartoe is heel erg leidend. Want je neemt elke stap, denk je van, misschien is het wel de laatste keer dat we hier samen lopen. Ben jij zelf ook een vechter? Ja, zeker. Ja. Ja, tuurlijk. Heb jij uit je moeders aard gekregen, dus dat krijg je wel mee. Ja. Hoe zou jij je leven leiden waardoor je moeder hartstikke trots zal zijn en blijven? Mijn opleiding uiteindelijk afronden. En laten zien dat ik er toch voor sta en dat ik het toch wel allemaal kan, ondanks ik haar op jonge leeftijd verlies. Ik wens je heel veel sterkte. Dankjewel. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. En ik hoop dat je nog hele mooie momenten met je moeder meemaakt en je familie. Ja, ik ook. We zullen zien. Ja, nou, dat zit er nog zeker in het vat. Ja, tuurlijk. Ik ga zeker nog veel dingen ondernemen en doen en alles eruit halen wat ik er nog uit kan halen voor hun. Ja. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why. Hoi. Hallo. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar Huizen. En wat ga je daar doen? Ik ga lesgeven, dansles geven. Oh. Wat doe je dan? Wat zijn dat voor dansen? Ja, ik geef contemporary dance en ook street dance. Oh, wat vet. Ja. Leuk. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Brazilië, Zuid-Brazilië, Paraná. Hoe heet dat? Paraná. Paraná? Ja, het is een regio beneden São Paulo, zeg maar. Oh, iets, wow. Iets lager. En was je daar ook al danser? Ja, sinds ik 10 was. Toen ik 10 was, was ik begonnen. Dus nu 16, 17 jaar bijna. Oké, okay. En hoe ben je dan in Nederland verzeild geraakt? Eerst, mijn moeder woonde hier eerst. En toen kwam ik voor 1 jaar. En toen ik terugging naar Brazilië, heb ik een meisje ontmoet. En dan ja, hebben we besloten om samen te wonen. En dan kwam ik terug in 2011 om te blijven. Dus. Maar was dat meisje Nederlands? Ja, Nederlands, oh. Uit Apeldoorn. Waar heb je haar ontmoet dan? Ja, ik had een show met een dance crew uit Amsterdam in Apeldoorn.
in een feestje op de straat. Oh, dus je was op tournee met een Braziliaanse ploeg? Nee. Het was uit Amsterdam, de jongens. Ja? En wij waren daar in Apeldoorn voor een feestje, in een performance. En zij was daar, zij werkte bij de café. En ja, het was zomaar. Oh, wauw. In Apeldoorn vond je toen de liefde van je leven? Ja. Ja. Ik hoop het niet. Ik verwacht het niet, maar het gebeurt zo. Ja, en toen ik naar Brazilië was, zei ze, oh, ik ga met jou, gewoon op vakantie. Maar toen hebben we dan besloten, oké, we willen graag samen blijven dan. Volgens mij moet jij je trein halen. Vijf, nog 2 minuten eigenlijk. Ja.